de Denemarken, Finland, Oostenrijk, die lukt het allemaal wel om de instroom te beperken. Op allerlei verschillende manieren. Grensbewaking, de Dublin-akkoorden uitvoeren. Waarin verschilt Nederland zoveel van die andere landen dat het ons niet lukt, maar die andere landen allemaal wel? In België kon een uitgeprocedeerde illegale Tunesiër onbekommerd leven in Brussel. Hij pleegde vorige week een aanslag, een jihadistische aanslag op twee Zweedse voetbalclubs. Kan het zo zijn dat als wij weten in Europa en in Nederland niet, omdat de instroom zo hoog is, wie wij allemaal binnenlaten, wij daar serieus problemen met onze nationale veiligheid van krijgen? Ik wil zeggen, en dan val ik in herhaling wat ik net tegen de heer Van Hagen zei, dat de juiste behandeling van een asielaanvraag doen wij in Nederland op een zo zorgvuldige manier door te kijken. Maar leven wij niet op een vulkaan? Als wij een open grenzenbeleid hebben met 1500 mensen van verre bestemmingen, met name Syrië, Irak. Wie is hij? Kloppen de feitelijkheden, ja of nee?